Tom Ongena, u kent hem nog wel als voorzitter van Open VLD, die na die dramatische verkiezingsnederlaag het veld moest ruimen voor Eva de Bleker, die overigens ook in het Vlaams parlement zit. En nu duikt Tom Ongena weer op als fractieleider van Open VLD, partij die nu duidelijk kiest voor de oppositie. Welkom Tom Ongena, Open VLD, in een hele andere setting. Hè. Ooit nog tijdelijk voorzitter, en dan, maar dat wist u waarschijnlijk na de verkiezingen, plotseling iemand anders, Eva de Bleker, die hier ook in het Vlaams parlement zit. Vakantie is nu voorbij. Doet dat niet een beetje vreemd aan, die hele wissel? Goh, dat hoort voor een stuk bij politiek natuurlijk. Hè. Wij zijn een democratische partij. Onze leden hebben de kans gekregen om zich uit te spreken. We hebben Eva gekozen. En ik denk dat we nu allemaal samen met Eva werk gaan maken van de heropstanding van onze partij natuurlijk. Hè. We hebben moeilijke verkiezingen achter de rug, evident. Ja. En dan niet moet leuk. Iemand de prijs meestal betalen, dat is dan de voorzitter. Hè? Ja, maar ik heb zelf die conclusie toen getrokken. Ik denk de avond van de verkiezingen heb ik meteen heel eerlijk ook en heel open geweest. Namelijk, we hebben die verkiezingen verloren. Ik heb niet gedaan van, we hebben beter gescoord dan de peilingen. Dat komt niet geloofwaardig over. Ja, we hebben verloren. Mm-hmm. En twee, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik ben één mee van de verantwoordelijken, niet alleen natuurlijk. En dan moet je uw leden de kans geven om een nieuwe, in dit geval, kopvrouw te kiezen. Ja, dat is een moeilijke periode natuurlijk. Steunt u haar, Eva de Bleker, goede voorzitter volgens u? Ja, absoluut. Ze heeft een duidelijk mandaat gekregen ook van de kiezer. En we hebben nu de eerste partijbureaus achter de rug. En ze stelt zich, denk ik, ook heel samenwerkend op. Ik denk dat het ook nodig gaat zijn. Denk dat we allemaal ons beste beentje gaan moeten voorzetten om in de komende jaren onze partij terug herop te bouwen. En duidelijk te maken aan de Vlaming waarom dat ook belangrijk is dat er een sterke liberale partij in Vlaanderen is. Juist. En die sterke liberale partij in Vlaanderen zit nu natuurlijk in een heel andere context in dat Vlaamse parlement. Vandaag moest het allemaal beginnen, de septemberverklaring. En zo, maar ja, er is nog niks. Hè? Ja, het is een beetje gelijk school van mijn zoon. Namelijk, het was in september, het schooljaar begon en de lessenroosters waren nog niet klaar. Ja. De directie had haar werk niet gedaan. Of de leerkrachten waren er niet. Ja, het is een beetje zo'n vergelijkbare situatie. Natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet goed. Ik had natuurlijk ook veel liever gehad dat de nieuwe regering er was. Dat we meteen een debat konden voeren over hoe dat die nieuwe regering de uitdaging denkt te moeten aanpakken en hoe wij daarnaar kijken. Ja, dat is niet zo. Daarom, we hebben wel gezegd, kijk, eigenlijk hoeven we niet te wachten op een nieuwe regering als parlement. We kunnen meteen aan de slag gaan. En we hebben daarom ook vandaag al meteen drie voorstellen van de decreet ingediend. Laten we eerlijk zijn, toch ook om ze een beetje te jennen. Ik denk aan dat voorstel om voor de VDAB de verplichte diensten wat harder door te duwen. Dat is om te zeggen, jongens, neem dat mee op in uw volgende regeerakkoord. Nee, in alle eerlijkheid nee. We hebben vastgesteld 2 weken geleden dat de gemeenschapsdienst voor langdurig werk zoeken, mensen die 2 jaar en langer werk zoeken. Ja, verplichte gemeenschapsdienst. Wel, dus daar hebben wij in de vorige legislatuur dat ingevoerd. Mm. Wat blijkt, 2 weken geleden komt aan het licht dat de VDAB maar iets meer dan de aangeboden plaatsen, gemeenten bieden die plaats aan die werkzoekenden om die gemeenschapsdienst te vervullen, dat de VDAB daar iets meer dan de helft maar van gebruikt. Ja, dan zeggen we, dan moet je de druk op de VDAB verhogen, want daar knelt duidelijk het schoentje. VDAB doet zijn werk niet goed, met andere woorden. Ja, nee, ik denk dat de VDAB hier verplicht moet worden om mensen die nog niet in een of ander traject zitten, maar die 2 jaar en langer werkzoekend zijn, om die effectief naar die open plaatsen die er nog zijn voor een verplichte gemeenschapsdienst toe te leiden. We kennen dat probleem, hoe groot u gelijk ook mag zijn. U zit ook al lang genoeg in het parlement. Ja, dit op dit moment indienen met spoed, u weet op voorhand dat nooit haalt natuurlijk. Ja, dat vandaag, is toch een beetje komedie dan. Vandaag was de septemberverklaring voorzien. Mm-hmm. De onderhandelende partijen hebben hun huiswerk niet klaar. Mm-hmm. Het parlement komt samen. Niets weerhoudt het parlement om aan de slag te gaan. Mm-hmm. En daarom dat wij gezegd hebben, we hebben 3 voorstellen van de decreet ingediend. Dat van de gemeenschapsdienst, dat lijkt ons het meest hoogdringende. Mm-hmm. We hadden vandaag perfect over dat voorstel een debat kunnen voeren. Maar weerhoudt de partijen die in het parlement zitten om daarover een debat, als we als parlement geen debat meer mogen voeren, over toch iets wat belangrijk is. Je hebt overal kraptes in alle sectoren. En je hebt dan toch nog meer dan 60.000 werkzoekenden in Vlaanderen die al langer dan 2 jaar werkzoekend zijn. Dat lijkt mij toch een belangrijk natuurlijk, debat, maar ik herhaal uw punt zeker en vast, dat snijdt hout.
het moment waarop, ik keer even terug, 5 jaar geleden zat u wel met de liberalen in de Vlaamse regering, kwam die regeerverklaring ook pas op 1 oktober, als ik me niet vergis, dan is er ook wat spel rondgemaakt. Ja, toen vond u het ook normaal dat er allemaal, enfin, of uw partij, dat moet je maar even wachten natuurlijk. Ja, maar dat is dan kritiek op de oppositie van toen. Mm-hmm. Wij zijn nu oppositie, ja. Zijn er zelfs in een actueel debat ook nog willen, ja, dan weet je dat dat ook tot niets gaat leiden natuurlijk. Ja, nee, maar daarom, we hebben wel een decreet ingediend. Mm-hmm. Dat is het werk van het parlement, decreten maken. Mm-hmm. Dus ik vind het een beetje vreemd als sommigen mij zouden verwijten dat ik mijn werk wil doen. Ja. Maar is dat nu de nieuwe rol zoeken ook in de oppositie natuurlijk? Dat u gaat zichzelf moeten eruitvinden. Natuurlijk zijn we een oppositiepartij en wij zullen vooral duidelijk maken waar wij vinden dat de regering die er zit aan te komen verkeerde keuzes maakt en hoe het anders moet. Maar we zullen ook inhoudelijk oppositie voeren. En dus wat we vandaag ook, denk ik, een heel duidelijke lijn die we ook getrokken hebben, wij gaan ook met inhoudelijke voorstellen komen. Met eigen voorstellen ook. En onder andere de gemeenschapsdienst, maar bijvoorbeeld een andere voorstelling gaat over de erfenisrechten. Ja. Laat onze erfenisrechten tussen partners. Ja. Laat die ons op nul zetten. Laat die ons definitief afschaffen. We hebben daar in het verleden al serieuze stappen gezet. Ja. Wie weet staat dat in het nieuwe regeerakkoord? Want we hebben toch al gelezen dat ze iets willen doen rond de erfenisrechten, verlagen enzovoort. Des te beter, maar als er goede dingen in staan, zullen we die steunen. Ja. Maar op dit moment hebben we niks. Er is geen regering, er is geen regeerakkoord, we hebben niks. Maar dat zeggen wij, laat ons gewoon als parlement al starten. Okay. Maar vannacht is er dan blijkbaar toch wel iets goeds gebeurd, denk ik. U kent ook iets van cijfertjes. Ja, als die onderhandelende partijen akkoord gaan over de grote lijnen van de begroting, dan ziet u toch wel aardig op de weg, denk ik dan, niet? Ja, ik zit natuurlijk niet mee aan tafel. Ik moet samen met u wat gissen. Nee, we zitten er ook maar goed, ik ga ervan uit dat het landingsgestel uitgeklapt is en dat we misschien dat er op korte termijn een regering kan komen. Maar je weet nooit natuurlijk. Natuurlijk, als ik zie wat ik al lees allemaal, maak ik me natuurlijk wel zorgen. Dan is het wel duidelijk welke richting de nieuwe regering gaat uitgaan. En welke richting gaat dat duidelijk een regering die gaat kiezen voor mensen te laten betalen. Mm-hmm. Namelijk, je gaat 30% meer moeten betalen voor de dienstenchecks. Mm-hmm. Dat gaat tot meer dan 50 euro per maand gaan werkende gezinnen extra mogen opleggen. Dat is al het eerste punt. En dat komt omdat de socialisten nu mee in die regering zitten? Dat komt omdat wij alvast in het verleden dat altijd hebben tegengehouden. Omdat u er niet meer in zit. En dat wij er niet meer in zitten en blijkbaar alle remmen los zijn. Ja. Ook werknemers. KMO's gaan meer moeten betalen om bijvoorbeeld oudere werknemers aan de slag te helpen. Of mensen met een elektrische wagen gaan nu ook opeens. Ze zijn allemaal aangemoedigd geweest om mee te helpen aan het klimaat een elektrische wagen aan te schaffen. Ja. Het eerste wat men nu gaat doen is die mensen ook belasting laten betalen. Natuurlijk. Het is duidelijk, het is betalen, betalen, betalen. Ja. Dus ja, goed, als het dat wordt, maar goed, een kleine slag aan de arm. We gaan zien natuurlijk. We zullen zien. Want u bent er zelf over begonnen, die elektrische auto's, die 5000 euro premie. Dat is toch ook niet echt goed gevallen, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik stel vast dat er heel veel mensen en daar toch gebruik van maken. En dat waar een hele sector van elektrische wagens die in de problemen zitten, dat wij in Vlaanderen toch wel degelijk nog een push hebben gegeven. Kijk naar de mensen van Audi Vorst, waar de elektrische wagen wordt geproduceerd, die niet verkocht geraakt omdat men overal de subsidies afschaft. Ja. Okay. Ja, dat is de prijs die je dan ook wel betaalt. Dus ik weet dat er sommigen daar lacherig over deden, maar ik denk als je klimaat ernstig neemt, probeert je mensen over de streep te trekken. Okay. Dus beetje voorspellen, zitten we hier volgende maandag opnieuw met wellicht een regeerverklaring? De kans is groot. Ik zou mij toch buiten de ongelukken. Ze hebben ondertussen 3 maanden tijd gehad. Het wordt dus stil aan tijd dat ze gaan landen. Okay. En dus ik ga ervan uit dat we volgende week een regeerverklaring hebben. En dan zullen wij, denk ik, heel snel duidelijk maken waarom dat er andere keuzes hadden moeten gemaakt worden. Ja. En intussen weer als laatste puntje hard werken richting gemeenteraadsverkiezingen. Want u bent ook kandidaat, dus u bent volop bezig, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Evident zijn wij ook in onze eigen gemeente. Sint-Katelijne-Waver in mijn geval natuurlijk volop campagne aan het voeren. Maar de twee moeten wat mij betreft gescheiden blijven. Mm. Maar we zullen zien wat dat allemaal wordt. En wie weet, hebben we volgende week een Vlaamse regering? En zo niet, dan is er weer een crisissfeertje en dan hebben we ook weer iets om over te praten. Hartelijk dank voor het gesprek, Tom Ongenaar. Heel graag gedaan.